We zijn onderweg naar Polen, jongens. Ik denk dat iedereen wel heel erg benieuwd is naar hoe het zal zijn in Polen. Het seizoen is nu eindelijk begonnen. Het is september. En daarom leek het ons wel leuk om nu weer een serie voor jullie te beginnen. De Polen-video's zijn terug. De Polen-video's zijn weer terug, jongens. We gaan zo meteen weer rijden. Hoe lang moeten we nog rijden eigenlijk? 5 uur, geloof ik. Ja, man. Het is nog echt behoorlijk lang rijden, helaas. We zitten ongeveer op de 4,5 uur wat we nog moeten. En we zijn al een stukje onderweg gegaan. We zitten net in Duitsland nu. Hey Mies. Tot mooi weer, jongens. We gaan naar Spanje. We verzetten onze, onze race richting Polen. Het is super mooi weer, zoals jullie kunnen zien. Maar we zullen zien. Vorige keer lag er sneeuw, hoor. Ja, toen we hier waren was er sneeuw inderdaad. Kijk, we waren op zoek naar de Mac. Maar we hebben er eentje gevonden, de eerste. Besef, deze jongen zit op Google Translate in te tikken dat de hamburgers zonder augurken zijn en zonder uien en zonder ketchup. Hij is zo blij dat we bij een Mickey staan, hè? Moment. Daarvan 4, ik heb anders een ID. Moeilijk, hè? Dat was weer de McDonald's. Yes. Na zo lang rijden en zoeken naar de Mac hebben we eindelijk de Mac gevonden. En nu gaan we richting Polen. Voor mij duurt het nog een uurtje voordat we er zijn. Klein uurtje, joh. Als we er zijn, gaan we even naar het hotel eerst. En ik denk dat we daarna wel even gaan stoken, toch? Ja, zeker wel. Gaan jullie zeker zien in stookvideo's. Maar ik denk ook wat in deze vlog. We gaan denk ik gelijk door naar de markt, hè? Ja, precies. We gaan zeker op de markt gelijk kijken. Want ik ben super benieuwd naar alles wat er is gebeurd de afgelopen tijd. Nou ja, eerder gewoon begin dit jaar. Met de bomba natuurlijk. Met Ruben en zo. Kijk, Ruben heeft er niet heel veel mee te maken. Maar de Poolse shops die down waren gehaald, wel. Dus ik ben benieuwd of ze daar nog steeds de ballen hebben om kat 4 te verkopen en zo. Vorige keer was het in ieder geval wel. Precies, dus ik hoop het wel althans. Ik denk het wel. Maar we gaan het vanzelf zien, man. Dus ik zou zeggen, we gaan weer even die rit maken. En we zijn er echt bijna. Dus jullie zien ons zo weer waarschijnlijk bij de hotelkamer of misschien wel bij de grens of zo. Dus jongens, deze brug brengt ons naar de andere kant. Ja. Kijk jongens, hebben we de Oder weer. Mooi. Nu een stukje verder, maar even een hele mooie stooklocaties. Hey, maar het is wel dezelfde soort brug, hè? Mooi. Wel heel anders. Oh, moet je iets kijken naar. Dat is wel een mooie stookplek. Ligt geen ijs in deze tijd natuurlijk. Nee, gelukkig niet. Maar even kijken waar we heen moeten. Kijk hier. Ja, jongens. Polen. Ja, je ziet nu alles in het Pools inderdaad. Geen controles, zoals jullie kunnen zien. Ja, jongens, we zijn op de hotelkamer. Jordi PTD staat achter dat gordijntje te pissen. En hier zien we al alle aanstekers liggen. 2 bedden netjes. En zometeen gaan we natuurlijk richting de markt om te kijken of we wat kunnen stoken. Moet je zeggen, dit is ons uitzicht. Ik zal het even laten zien voor de geïnteresseerden. Het is lekker bewolkt. Daar hou ik van met stoken in ieder geval. Zoals ik al zei, jongens, we gaan zo meteen naar de markt om te kijken wat je daar nog allemaal hebt. Hoe was de wc? Ja, perfect. Hier moet je kijken, jongens. Een beetje privacy of niet? Oh, kut. Een open wc. En een badkamer. Ja. Heel bizar in ieder geval. Ik heb het nog nooit gezien. Maar zoals ik al zei, we gaan zo meteen naar de markt. Super erg benieuwd wat je daar nog allemaal hebt. Na aanleiding van wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. En we hebben ongeveer 8 uren gedaan over de reis. Wat best wel snel is, moet ik zeggen. Afgelopen keer dat we naar Tsjechië waren geweest, had ik niet echt gevlogd voor jullie. Eerder losse video's. En, we hadden wel een file gehad, hè, maar die was echt super kort. Ja, we hadden wel een file gehad en gelukkig loste die snel op. Yes. Maar zoals ik wilde zeggen, we waren natuurlijk vorige keer in december naar Tsjechië geweest. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga niet vloggen. En heel veel reacties kreeg ik van jullie van, waarom geen vlogs meer? Dus bij deze, ik dacht, weet je wat, we gaan nu gewoon weer vloggen. Dus er komen gewoon weer 3 vlogs. Een vlog dat we hierheen gaan en zometeen wat gaan stoken. Een vlog dat we morgen gaan kopen en afsteken. Yes. En een laatste vlog. Maar in ieder geval, de Polen-video's zijn er dus weer terug, jongens. En ik moet je zeggen, ik ben ook super hyped. Je hebt hier namelijk ook in de buurt natuurlijk die Zena Polen, hoe wij dat noemen. Ja, daar gaan we ook even in. Dus daar gaan we zeker ook even kijken of jij nog wat leuke producten hebt. Want als je de site mag geloven, dan hebben ze... Dat is wel een nette shop, hoor. Ja, dan hebben ze heel veel Funken op voorraad. Wat natuurlijk altijd leuk is. Dus we gaan dat ook zeker bekijken. In dit overheerlijke uitzicht. Ik heb wel eens mooiere uitzichten gezien, maar... In ieder geval, dit hotel is wel beter dan die andere bij Hotel Margo, man. Dat moet je heel eerlijk zeggen. Dus we gaan naar de markt en we nemen jullie mee.
Alhoewel ik denk dat het filmen wel ietsjes lastig gaat worden, natuurlijk. Maar, ieder jaar meer. Maar voor jullie gaan we het toch proberen. Tot zo. We staan op dit moment bij de markt. Zoals jullie kunnen zien, hekken dicht. Nergens zie je auto's geparkeerd staan. Dus de markt die schijnt dicht te zijn, wat wel kut is. Maar ja, we hebben wel meerdere vuurwerkshopjes gezien. Toch? Klopt. We hebben meerdere vuurwerkshopjes gezien. Maar we weten in ieder geval van eentje dat die wel open is. Dus ik stel voor dat we daar even gaan kijken. Klopt. En we hebben al ietsjes gehaald. Maar kijk, normaal gesproken, als ik even sneaky film, zijn daar een aantal markten die vuurwerk hebben. Daar zat één die had echt heel veel. Ja, die had echt heel veel. Alleen nu dus niet, want hij is gesloten. Waarschijnlijk omdat het nu 19:30 s'avonds is. Kijk, dat is onze shop. Daar zo. Die daar zo, jongens. Daar had je vorige keer 8 in saluut. En ja, zoals ik al zei eigenlijk, deze met vuurwerk ziet er ook goed uit. Maar ze gaan ietsjes eerder dicht dan dat wij verwachten, man. Helaas, ik denk 7 uur, man. Daar staat ook 7 uur. Oh ja. Maar ik weet niet zeker of dat voor alle winkels geldt, maar niet voor die tattoo shop. Ja, dus je hebt het idee dat 6, 7 uur dat alles dicht is. Precies. En dan moeten we toch even terugrijden, want we zagen hier ook een 24 uur shop. Ja, klopt. Heel misschien hebben hun ook wat, man. Ja, er stond een vuurwerkshop, dus ik ben benieuwd. En zoals ik net al zei, ik krijg nu een sms'je dat ik in Duitsland ben. Hoe gek is dat? Dus ik krijg letterlijk een minuut geleden het bericht, je bent welkom in Polen. Ja, aangekomen. Hier zien jullie fireworks. Net op het moment dat jullie net die beelden zagen van dat shopje, keken we naar binnen. We kwamen daar en toen zagen we dat ze behoorlijk wat hadden. Hè? Zeker, ze hadden ook. Niet hele grote dingen en we hebben ook niet echt doorgevraagd. Maar we hebben zeker wat gehaald om nu vanavond voor jullie in de vlog te kunnen stoken. Allereerst, hoe ziek is deze, jongens? Deze komt jullie vast wel bekend voor. Die hadden we denk ik een jaar of 4 geleden. In Nederland inderdaad. Of minder, ik weet niet. Moet je kijken hoe lang die Romeinse kaars is. Heel ziek. Ik denk 1,50 meter volgens mij. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik wilde niet filmen in die shop omdat die mensen al een beetje raar vonden dat wij vuurwerk wilden. Dus ik laat jullie gewoon even zien nu wat we hebben gehaald. En dan gaan we zo meteen gelijk naar onze vertrouwde locatie aan het water, wat iedereen denk ik wel kent, om te stoken. Het is nu namelijk nog licht, een beetje schemer, ideaal weer om te stoken natuurlijk. Dus we hebben wat knals gehaald, laat eens even zien, jongen. We hebben niet heel veel. Hier als eerste kleine, de 16 shots cake. Ja, de Big Bang. Die hebben we wel een keer eerder gehad. Klopt, vanuit... Maar die is altijd wel lachen, kost geen drol. Hier zo. Geen idee wat voorstelt. Pijltje, €2 volgens mij. Nee, €3. Zal er niet heel veel voorstellen. Maar... Die knallers ook niet hoor, heel erg. Maar... Dit, de Widowmaker, dat is eigenlijk gewoon FV3. Mm-hmm. Dit zijn ook de oude 3 gram. En die moesten we erbij hebben. Of ja, 45 gram, dus dit zijn wel de oude. Mm-hmm. Ze hadden ook die andere verpakkingen met 20, alleen dat waren de 2,1, dus de 2018 versie geloof ik. Klopt, en dat zijn die mindere. En ja, die nemen we dan niet. En dan hebben we hier zo in ieder geval een van onze favorieten, Dummum 5G. Klopt. Knallen echt super hard. Die hadden wij vorig jaar voor het eerst. Die zijn hard. En die knallen echt hard voor hun formaat. We hebben er wel iets te veel voor betaald. 8,50. Maar ja, weet je... Het is een avondwinkel. Ja, want de shop, de winkels waren natuurlijk dicht, behalve deze avondshop. En de Explode 4, deze kennen wij nog niet. 54 gram, dat is volgens mij best veel. Ja. Dat is... Nou, 4 gram per stuk ongeveer. Zitten er hoeveel in? 8, 6. Dat is 12. 12, dus ik denk 3,5 gram per stuk. Ja. Ongeveer. Geef me als ik het fout heb. Uh-huh. Hebben we nog wat? Was dat het? Al met al een klein beetje om te stoken alvast. Om de eerste dag in te luiden. Morgen gaan we natuurlijk ook de markt op. En de shoppies. Leg jij het een beetje in de tas? Yes. Om te kunnen kijken wat je nog allemaal kan krijgen aan zwaarder vuurwerk. Ik denk dat die video's nu al online staan of nog gaan komen. Want het seizoen is natuurlijk begonnen, jongens. En dat houdt in dat we vanaf nu dus iedere zondag en woensdag een video hebben. Komende video wordt waarschijnlijk dus wat we kunnen krijgen op de markt. Heb je alles? Ja, ook aansteken? Ik wil zeggen de camera, maar dat sta jij mee. Ja, let's go. We gaan naar de locatie. Ik laat het jullie zien. Maar die locatie hebben we vorige keer ook gehad. En die vind ik ideaal. Zoals jullie kunnen zien, hier zijn ze al kerstbomen aan het kweken. Neem er even eentje mee voor volgend jaar. Ja, misschien heeft een van jullie deze komende december wel in de huiskamer staan. Ja, je hebt een schepje bij, toch? Ja, dan nemen we alvast mee. Ja, toch? Let's go. Is die wel groot, toch? En dat huis, jongens, hebben we natuurlijk ook ingestookt. Onze villa.
Dat was dat huis met die, waar we die rookbommen in deden en die knallers. Dat was dat verlaten huis. Je zal er maar wonen, jongens. Dan voel je toch ook eens, hè? Dit is trouwens wel de derde keer dat je daar kon. Maar ik vraag me wel af wat hier vroeger geweest is. Een haven was het, toch? Ja, man. Een kleine haven. Kijk maar, daar heb je ook weer een huisje. Moet je nagaan. Heel para hier. Wat ligt daar voor zwart dan? Dat lijkt wel een lijk. Here we are. Hey. Dit is de locatie. Het ziet er toch anders uit, hè, nu? Ja, omdat het toen zo koud was, hè? Overal was ijs toen. Yes, ja man, dat is dat zwarte van die shellbuis van ons nog. Moet je nagaan. Ik hoop dat we nog aan shells kunnen komen, man. Ik hoop het ook. Let's go, steek hem maar aan. Wacht, ik zet hem even... Jammer dat je die niet meer in Nederland hebt, man. Die Romeinse kaars. Oh, wacht, ik heb weer een mooie plek, man. Daar zo denk ik, tussen dat staande ding met de gaten erin. Eerlijk? Dat is wel lauw. Bum bum, nitraatkaars. 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 Die heeft heel veel schoten. 100 nog wel. Alleen is een beetje krom, man. Dus ik hoop... Oh, ik kan nou wat. Knalwerkjes. Wauw. Zwaar illegaal dit. Knalscheetjes. Ik zei het toch, duurt wel even. We hadden hem echt voor de grap gehaald, jongens, om gewoon even mee te kutten. Dingen was 1,50 of zo. Mooi. Ik zal lachen omdat je deze vroeger ook in Nederland had. Klopt. Hij moet helemaal leeg schieten. Ook wel schat, dat staat aan de andere kant. Ja, altijd mee uitkijken. Oh, de zwemt hier met een. Zwemt. En vaart hij moet in de kano, zie je dat? Mooi, ja man. En mensen chillen hier dood. Hier moet je ook gewoon een barbecue meenemen, man. Ja. Let's go voor het zwaardere geschut. Kom af, jongens. Klein pijltje. Ja, hij is best groot, maar hij stelt niks voor, denk ik. Nou. Echt precies boven het water. 3 euro. Beter dan in Nederland in ieder geval. Zag je die staart toen hij wegging? Mooi. Of lag er nou mij? Zo zitten ze erin. De FP3'tjes. Ik snap het nut er niet van om ze per 15 te doen. Dat klopt. Ach, het zijn hier voor de oude. Ja. Laten we er even eentje gooien. Een beetje die kant op, anders heb je al dat zand in je gezicht. Mooi. Deze zijn gewoon goeie hoor. Gast. Die zijn lang bewaard, man. Die zijn zeker goed. Hey. Nog eentje. Het geluid is hier ook goed, hè? Ja, man. Klein stukje gips tegen me aan. Nee, joh. Zoals ik al zei, jongens, morgen gaan we meer stoken waarschijnlijk. Maar voor nu is het even deze kleine dingen opstoken. Want dit is wel... Doen met wat er is, hè? Precies, ja. Dit is echt het enige wat we konden krijgen vanavond. Maar we hebben in ieder geval meer opgestookt dan vorig jaar vlog 1 Tsjechië. Yes, daar gaan we. Gips. Goeie knallers, man. Tering. Te lang geleden dat ik dit heb gehoord. Ja, echt. Echt. Gekke knallers, jongen. Hoppa. Dat waren alweer de Winnowmakers. Naar deze grote jongens. Die ken ik eerlijk gezegd niet, volgens mij. Nee, let's go. Laten we hem even bekijken. Kijk. Of het is een nieuwe verpakking. Lijkt een beetje op Crazy Robot als je het ziet. Ja, een beetje. Gipsbom natuurlijk. Dikke dingen. Ik ben benieuwd. Huh? Ben benieuwd.
Ik ben ook zeer benieuwd. Goh, wow. Lijkt echt crazy. Ziek. Ongeveer wel, ja. Hij was zieker dan die FP3, of die Widowmaker, man. Deze was maar... Ja, die rode vlam was ook mooi. Kijk, let op. Ja, die zijn zwaarder, man. Die ging goed, ja. Wacht voor, jongens. We gaan even... een klein stukje zelf ook filmen. Hey. Voor Instagram. Je weet het. Jordi-PTD. Gekke knallers. Knallen goed hoor. Ja man. Ja, die had ik nog niet gehad man. Lijkt een beetje op die met die vlam. Dat waren ze alweer. Die ging goed hoor. Het is eigenlijk gewoon de oude vertrouwde, maar... Altijd lachen. Nou, deze is helemaal goed. Yes. Nou, even hier opleggen. Lang geleden, hè? Dit, te lang geleden. Ik heb ook nog een andere aansteker hoor, maar van deze al lang. Goeie, hè? Zo. Je hebt er zin in. Ja, nog eentje. Diepe bommetjes. Oh ja, gaan we zo beginnen. Frenkie de Jong. Lekker hoor. Knal. Ja, dat is wel leuk. Maar dat is gek hè, dan zitten ze in zo'n doosje dit keer. Ja, drom. Heel bizar. Maar ja, ik snap het nut er niet van. Maar ik weet in ieder geval dat het mooi de oude zijn. Die knallen lekker. Zeker. Yes. Next. We zijn nog lang niet klaar. We hebben daar ook een fles water. Een beetje wat in het water gooien. Kom, ik doe dat onder die fles water. Hij heeft hier wat leuks gevonden. Ik doe het niet thuis na, jongens, maar... Het is maar water. Er kan alcohol in zitten, hè? Yes? Ja? Klaar om te rennen? Oh ja. Is ook wel handig, dan zijn we nat. Yes? Yo! Yo! Mooie locatie. Oh fuck, nog duim hier. Gips hè? Wat een locatie jongens. Een paar in het water. Even. Een paar in het water. Ah, joh, een paar in het watertje, ja toch? Niet al te veel, maar... Gewoon even leuk. Jongen, toen hier nog ijs lag, hè? Serieus? Die daar deed je toen de rookbom op ja, het ijs. Ja, toen kon je hier gewoon nog oplopen. Dat zou ik nou niet doen. Ja, man. Yes. Boy, is de held niet scherp? Ja. Aardig hoog, hè? Er is niemand hier, hè? Ja, niet overdrijven. Daar heb je iemand in de kano. Die heeft volgens mij geen zin meer in het leven, als je hier alleen gaat kanoën. Als het misgaat, is er echt niemand die hoort. Mooi. We hebben ook nog een cakey dus. Yes. Hoort die ook alweer, de Bang? Big Bang, geloof ik. Oh, we hebben ook nog die 5G, dum bum. Oh ja. Klein extra kringetje maken ook. 10 stuks of zo. Ja, toch? Die zijn wel echt ziek, hoor. Laatste. Yes. Het zou een Olympische sport moeten worden, vuurwerk. Mooi. Ga jij nou weer doen? Je laat er een paar vallen, gek. Jongen. Niet één, niet twee, maar drie. Nou, drie scheepsrechten. Heksenkringetje. 5G.
En je zag het net, hè, ze waren ziek. Alleen weet, je wat, hard, weet je wat wel zoiets is met deze dingen? De een knalt de ander weg. Dus altijd uitkijken bij heksenkringen, jongens. Denk niet dat je er dichtbij kan staan. Want de een schiet de ander weg. Dus neem, zeggen, neem een goede afstand. Een staan en dan, Yes. Oké, nice. Hey, de Bum 5G is wel een favorietje, man. Het is wel echt een aanrader. Het is nog harder dan normaal, hè? Ja, man. Even een paar andere pakken. Maar ze zijn ook die ziek. Druk ook, hè, die ervan afkomt. Ze zijn ook ziek afgewerkt, man. Kijk dit. Gek. Dit zat er vorige week, vorige jaar niet op. Jawel, toen wel. Oké. Ja. Yes. Als laatste. Nog één? Yes. Voor de grap. Om het af te leren, jongens. Oké. Om het af te leren. Lekker dichtbij. Heerlijk. Dat er zoveel druk is, zo'n klein dingetje af kan komen. Echt bizar. Maar hij kan nergens voor de kant, hè, jongens. Hij kan geen kant op, daarom. Oh, bam. Oh, verkeerde kant. Dat was hem. Even die aanstekers genakt. Oh ja. Jongen, jongen. Ja, zo gaan we snel hoor. Kijk even. Jorgen, Big Bang, 16 Mars. Die is volgens mij nog best mooi. Ja, zeker. Die heb ik vaak in dat pakket gehad. Huh? Ze hebben ze ook wel. Ik weet, loods hè? Ja, volgens mij wel. Ah, een soort. Dat hij blijft staan. Oh. Nice. Maar met echt goed hoor, voor dat geld. Zeker. Hoe duur was het? 7 euro voor zo'n ding. Ja man. Ik weet dat hij vroeger 4 was, man. Ja, groot effect hoor. Maar weet je wat het is met sier? Sier is mooi, maar je trekt wel de aandacht altijd. Ja, klopt. Mooi cakey. Dit is een leuk dingetje, ja toch? Een beetje warm. En dat dan weer wel. Dat was hem weer. We komen hier morgen zeker terug, man. Ja, dus... we hebben nog zat. Tenminste, dat gaan we morgen zien, maar... Klopt, we switchen nu even door naar de volgende locatie, want volgens mij wil jij weer naar de McDonald's. Jongens, doe alvast even een blauw duimpje omhoog als je meer van dit soort shots wil zien. Stookshots. Gewoon omdat het kan. We zijn hier op een locatie waar niemand is, waar niemand zeurt en dat weten we ook. Ook omdat hier natuurlijk categorie 3 mag. Voor het weten is je zak overleven. Of je het echt af mag steken, dat houden we er even tussenin. Mag op bepaalde dagen wel. Misschien zijn we hier wel met een dag dat dat mag. Maar het is wel heel chill om hier gewoon stressloos te kunnen stoken, weet je. Nou, wij gaan zo meteen denk ik nog even wat eten. Want we zijn eigenlijk vanuit de reis alleen maar bezig geweest natuurlijk. We wilden voordat het schemer werd, wilden we wat vuurwerk scoren voor jullie. Yes. Is gelukt bij die ene shop die nog over was. Maar nu is het denk ik even rustig aan. Even de beelden op de laptop zetten. Ja. En dit is eigenlijk een beetje extra. Want klopt. We wilden naar de markt gaan, maar die was dicht zoals we net al verteld hadden. Klopt. We kunnen jullie natuurlijk niet achterlaten in vlog 1 zonder knallen. Dus ik denk dat jullie aardige stooksessie hebben gezien van ons, toch? Ik zou zeggen, op naar de volgende, jongens. Eén in mijn jas. Dus waarom ook niet? Heerlijk. Dat galmde hier lekker, man. Ik wist niet of jij het ook was, maar ik ging er wel vanuit. Nee, even lekker eten, jongens. Zo'n magie zit al helemaal vol. Nummer 2 van de weet ik veel hoeveel. Jongen, jongen, ik eet alleen maar kip, jongens. Ik heb er nou een buik van. Yes, jongens, we zijn weer terug op de hotelkamer. Het is op dit moment rond 12 uur. Ik ben helemaal kapot. Mac ronde nummer 2 is geweest. We hebben lekker gegeten. Jullie hebben het wel net kunnen zien. En we gaan zo meteen even slapen. Ik ga eerst even wat beelden op de laptop zetten.
En dan is er morgen natuurlijk weer een nieuwe dag. Eigenlijk de dag, omdat we de hele dag hier zijn morgen natuurlijk. Morgen wordt eigenlijk de eerste echte dag. Want vandaag, dat was zoals we wel verteld hebben, ja, was een beetje extra. Beetje wat gestookt, ja. Toch wat gekocht voor jullie om wat in de vlog af te kunnen steken. Ja, hij was nou dicht toch, volgens mij, die vuur. Ja, die shop waar we net langs... Dat was toch even 24 uur shop. Nee, dat was toch, dicht. Maar ik moet je zeggen, ik denk dat we morgen wel wat meer gaan stoken. Yes. We gaan ook andere video's maken, waaronder dus om te kijken of er echt nog wat te halen valt van shells en dat soort dingen, categorie 4. Ik ben namelijk super benieuwd. Jullie hebben natuurlijk altijd die beelden kunnen zien dat je hier zo vraagt naar iemand van hey, heb je wat achter liggen en dan komen ze ineens met dingen. Maar ik zeg eerlijk, hè, ik verwacht wel dat ze wat hebben. Ik denk het ook. Alleen yes. Na alles wat er is gebeurd met de bomma en zo, ben ik toch benieuwd. Dus dat gaan we morgen doen. Wat we ook gaan doen is natuurlijk, er komen ook compilaties aan, vuurwerkcompilaties. Nou moet ik wel zeggen daarover, het kan dus voorkomen, we gaan dus van alles wat we hebben afgestoken één grote video maken. Dus ook wat we er net hebben afgestoken, wat jullie hebben kunnen zien. Dus het kan zijn dat jullie straks een compilatie zien waar een aantal knallen te zien zijn die al eerder in de vlog zijn te zien. Niet alles natuurlijk, maar een paar van die beelden wel. Het is zeg maar gewoon meer een samenvatting. Precies, een compilatie is ook echt een compilatie. Dat betekent gewoon alle beelden bij elkaar. Voor de mensen die bijvoorbeeld alleen maar graag kijken naar knallen, maken we daar een compilatie van. Zal later allemaal online komen. Voor nu maken we natuurlijk de vlogs. Komende woensdag is er weer een video natuurlijk. Elke maandag en woensdag nu in september. Ik zeg eerlijk, ik heb wel zin. Zenatrofie komt eraan. En natuurlijk, alles op zijn tijd komt er weer aan. Dus ik hoop dat jullie blij zijn dat wij weer helemaal terug zijn. Yes. En ja, morgen wordt een zieke dag. Die vlog zien jullie volgende week. Later. Yes. Ik zou zeggen...